Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn onderweg naar Skintos, we zitten nu in de trein. En ik ben daar met mijn vrienden. We vliegen om 4 uur 's nachts en we komen aan om 8 uur 's ochtends op Skintos en we worden naar ons hotel gebracht. Maar ons hotel, we kunnen pas in de middag denk ik inchecken of zo bij het hotel, denk ik. Dus ik hoop dat de kamer eerder klaar is en anders gaan we heel veel scooter huren, andere dingen regelen. Dus ik hou jullie op de hoogte. Oké, guys, ik zie er niet uit. Ik heb 2 uur slaap gehad, denk ik. Thank you. Yes, thank you. Ik heb denk ik 2 uur slaap gehad of zo. En ik ben dood. Maar we zijn nu lekker aan het eten bij Brusco. Nou, we hebben het eten nog niet. We weten niet of het lekker is. Ik denk het wel. Dat zit gewoon aan het schip van Lagunas. Of aan het strand, bedoel ik. Ja, ik ben niet helemaal wakker. We gaan zo meteen heel even weer terug naar ons hotel. Want we konden de kamer nog niet in, want het is nu 11 uur. Maar wij hebben nog niet geslapen, dus wij zijn echt toen een avondeten, zeg maar. Dus we gaan heel even terug naar het hotel. Gaan we heel even zwemmen en dan wachten tot onze kamer vrij is. Gaan we even 2 uur pitten. En daarna gaan we denk ik ergens naar het strand of zo. En dan gaan we heel laat in de avond weer avondeten, zoiets. Dat is de planning voor vandaag, want we willen natuurlijk wel alles uit onze dag halen. Dus dat. En dit is trouwens het tentje. Hier zitten we. En je hebt wel echt leuk uitzicht. En ik zal nog heel veel het eten filmen straks. Dus dit is ons eten. We hebben allebei hetzelfde. Oké, guys. We hebben een scooter kunnen huren, eindelijk. En ik heb dit ding trouwens echt strak gedaan. What the fuck? Zo, ja. Dus we gaan nu met de scooter naar Agio Sosters, toch? Ja. Dus daar gaan we naartoe. En dan doe ik even de route. En dan gaat Malek rijden, want dat wil ik niet hier. Dus als ze vallen, dan is het altijd zijn verantwoordelijkheid. Leuk, hè? We zijn hier op Cameo Island. We lopen hier op die brug over. Ik heb echt geen idee wat je nu van mij ziet. Ik heb de lelijke bril op uit de vorige vlog. Ja. Echt mooi trouwens, het water. Het is echt wel zeeegels trouwens, hè? Echt? Oh my god. Dus dan gaat staan bij echt de look. Dit is het dus. Dan zie je hier die doeken. En we hebben net zo'n sleutelhangerfotootje gemaakt. Heel leuk. Ja, helemaal leuk. We gaan hier zo even beneden zwemmen, maar we dachten eerst even die foto maken. Dus dat is helemaal top. Ik heb lekker een fruitsalade. Malek heeft lekker een tostietje, nom nom nom. En ijstietje, cola, flesje water. En we zitten lekker aan het strand. Leuk! Dus dit ga ik lekker opeten, heel veel zin in. En dan gaan we daarna terug en ons klaarmaken voor vanavond naar de stad. En dan gaan we daaruit eten. Wij zitten nu bij Madison's en ik heb een pak knotje in en ik heb dit aan. Dit topje met deze broek. Ik zal het straks heel veel beter doen, want nu kan je het eigenlijk niet zien. En mijn Air Jordans erbij. Dus ik heb mijn make-up heel goed gedaan. En ik moet nu echt haarstijlen verzinnen wat onder een helm kan. Want je gaat natuurlijk met de scooter met een helm. En ik wil eigenlijk zo'n vlechtje in. Maar dat kan dus niet. Maar Madison's is heel leuk. Ja, niet dat je nu wat ziet, maar... Kijk, het is echt wel heel schattig en leuk allemaal. Ik film de mensen even niet, vind ik een beetje ongeveer. Oké, ik heb het goed gefilmd. We zijn nu op een turtle tour. En gisteren hadden we gegeten bij Madison's. En nu gaan we dus naar de turtles toe. Kijk, daar is hij dus. We hadden net dus een turtle gezien. En nu zijn we hier en gaan we naar dat strandje toe in de verte. Naar dat strandje. En ja, is wel leuk. We zijn er nu. That I will drop you here. Over there, as you can see, there are bar boats with the flags. Kijk,
Kijk, hier, we zijn nu dus op het eiland. En hier heb je dus van die schildpaddenhokjes. Daar hebben ze dus waarschijnlijk eieren gelegd. Dus je mag ook niet verder lopen. En nu gaan we gewoon even lekker liggen, chillen. En als we het eten willen, kunnen we dat zelfs ook hier halen. Wij dachten dat we dat niet konden doen. Dus wij dachten, we blijven hier niet te lang en daarna gaan we terug om te eten. Maar dat kan dus wel gewoon. En dit is het uitzicht. Dat is onze boot daar, verderop. Die. En hier kan je eten halen. En heb je hier vet mooi blauw water. I love it. Oké, we gaan nu naar de Carry Caves. En we zitten nu op een boot. En het was heel goed, want we moesten super lang wachten. Maar kijk hoe mooi het water ook is. Ik weet niet in hoeverre je me kan horen met de wind, maar... Ja. Het was wel heerlijk en goed werk. Vet eigenlijk wel. Ja. En kijk hoe mooi het water is. Zo mooi, sowieso overal is het water heel mooi hoor. Amazing. Dit zijn ze dus. En hier varen de boten dan een beetje doorheen en zo. Zo mooi. Vooral het water vind ik eigenlijk. Nu zijn we inside the caves, zeg maar. En je kan hier dan zwemmen als je vis onderdoor of zo. Maar een boot past natuurlijk niet. Ja, hier allemaal visjes. Echt wel heel mooi. Toen net had zo'n man ons super hard gegund met nog een schildpad. We hadden eigenlijk maar één schildpadtour, zeg maar. Maar vervolgens waren er mensen op onze boot die naar de caves en nog naar de schildpadden wouden, moesten. En die daarvoor betaald hadden. Dus hebben wij nog een keer de schildpadden gezien. En hij bleef lekker lang, gewoon chill. We hebben echt een uur gevaren. En we hebben ook nog een extra cave gezien twee eigenlijk. Twee extra grotten. Nee, één. Oh. Twee extra grotten, dus dat is echt helemaal... Ik heb zo naar mijn zin gehad vandaag, nu al. En de dag is nog niet eens afgelopen. We zijn heel even bij de Mac aan het eten. En ik heb een Big Mac. En want we hadden zulke honger, het is nu 4:30 of zo, toch? Goed. Ja, dus dit hadden we echt even nodig. En we dachten even snel, want ik ging bijna dood. Want het ontbijt bij ons hotel is dus best wel scary. Ik ben een beetje moe aan het worden. We zitten nu bij een restaurantje. Dat heet... Central Carve Bar Restaurant. Zit gewoon midden in zo'n stad op het plein. En ik heb dit dus aan. Blouse van de Zara. En broekje ook van de Zara. Oh, ik heb gisteren gezegd dat ik mijn outfit beter liet zien. Heb ik niet gedaan. Misschien ga ik dat vandaag niet vergeten. Dus dat. En ik heb net even pizza besteld. Maar ik heb lekker een burgertje besteld. En we gaan zo lekker eten. En ik heb weer een sardientopsknuffel gekocht. Twee maar liefst vandaag. Van die sleutelhoortjes. Ik heb andere souvenirs gekocht. Ik weet nog niet echt precies... Mijn vlog staat trouwens online. Dat ben ik helemaal vergeten. Maar goed. Ik heb het naar mijn zin in ieder geval. En ik ga zo lekker shoppen. En daarna gaan we gewoon naar huis, Love Island kijken en dan slapen. We hebben ons eten. Ik heb pizza pepperoni. Malik heeft een burger. Lekker. Wij zijn net thuis en ik heb dit dus aan. Deze leren broek van de Zara heb ik aan. En deze blouse van de Zara. Allebei oude collectie hoor. Maar dat is het setje wat ik aan heb. En we hadden dus lekker gegeten. En nu gaan we even Love Island kijken. Oké, we zijn nu aan het lunchen bij Carpe Diem. Of hoe je dat ook uitspreekt. Ik heb geen idee. Ik heb heel veel vlecht ingedaan, want mijn hoofdhuid is verbrand. Super kut. Ik heb het trouwens echt heel warm. En we gaan straks naar Tsifili. Ja, Tsifili of zo. Dat kan ik ook niet uitspreken. Hey guys, ik ben ready gemaakt. Even kijken, dit heb ik aan. Ik heb deze lipgloss op van Kiko. En ik vind deze zo mooi altijd. Maar goed,
ik heb dit aan. Grote shirt van Don't Waste Culture. Of white erbij. En dat was het. We gaan zo heel veel leuke selfies maken, want ik en mijn vriend hebben niet echt veel foto's samen. Dus dat gaan we heel veel doen. En daarna gaan we naar Cool Peppers, gaan we even eten. Dus daar heb ik zin in. Honger! We zitten nu bij Cool Peppers en ik heb lekker een Iced Tea Green. Dat neem ik natuurlijk altijd. En hier doen ze dus Iced Tea Green, wij hebben altijd Lipton of Fuse Tea. Maar hier is het dus altijd Arizona. En dat vind ik best lekker eigenlijk. Dat drink ik nooit, maar ja, wel lekker. En er is ineens een bloedmaan of zo. Ik weet niet wat het is. En ik weet niet of je het goed op camera kan zien. Maar het is echt rood. Ik heb een Dragon Ball en ze hebben echt veel garnaal erin gedaan. Want kijk hoe ver die garnaal aan het uitsteekt. Dus die Dragon Ball. En dan hier sojasaus gewoon. En dan banaan eten. Fajitas. Ja, wat is het? Fajitas. En dat is, leg even uit aan de kijkers. Meest Klaas eten. Weet ik wel wat het is. Nice. We zitten nu in de bus. En nu lekker boottour shipfossing. Heel benieuwd. Want iedereen zei van shipwreck is niet zo heel interessant. Alleen de dingen die, de caves waar je heen gaat, de blue caves en dat soort dingen, die zijn wel heel mooi. Dus ik ben heel benieuwd. We zitten nu op de boot en we gaan nu naar het shipwreck toe zo meteen. En blue caves en nog een paar stops. Alleen dat. Ik heb eigenlijk ook geen idee. Oh ja, nou hier is het. Ik ga zet gewoon Titanic muziek op. En daar is dat shipwreck. We zijn nu bij het shipwreck, dat zie je achter mij. Dit is dus het uitzicht en dat is vet mooi. En ik vind eigenlijk het hele shipwreck boeit me niet. Maar dit uitzicht en alles en het water, I love it. Dus ik ga gewoon lekker zwemmen. Dat is wat ik ga doen. Ik heb net een paar foto's gemaakt en ik ga lekker genieten. En dat is onze boot, die grote. En die komt ons straks weer ophalen als het goed is. Nou, we gaan dus nu weer weg van de boot. Ik bedoel weg van het shipwreck. En daar is hij dus. En we gaan nu weg. En het water is zo mooi blauw. Dat is echt niet normaal. Nu gaan we naar de caves en alles. En daarna is volgens mij onze dag weer voorbij. Ja. Oké, guys, ik ben klaargemaakt. Ik heb een knotje in. En ik heb dus deze dress aan. Ik heb nog een glitterlipglossje op. Deze van Kiko, wat mijn favorietje is. Dat is 04. Deze. Nou ja, die doe ik dus heel veel nog op. Zo. Die gaat ook mee in mijn tas. En dan ben ik helemaal klaar. God guys, die maan is weer helemaal terug. Kijk, je ziet het. Ja, oké, je ziet het niet. Oh jawel, kijk. Je ziet hem heel af en toe. Maar hij is weer hartstikke rood. We moeten heel even wachten op een tafeltje. En we hebben nu Malek heeft een biertje en ik heb een pina colada. En we zitten hier dus lekker aan de bar. Het is hier super mooi. Echt heel benieuwd naar de menukaart en zo. Het is nu inmiddels, hoe laat is het? Half elf. Half elf al, dus ja. Oké, ik heb die risotto. Heel lekker ziet het eruit. En Malek heeft een rack of lamb. Ja, heerlijk. Wij zijn nu at Sigia Beach. Heel mooi. We zijn heel veel ijsje aan het eten. En we gaan zo lekker zwemmen daar. Het is heerlijk bij Sifisili of zo, hoe je het noemt. Hij moet even. Silivi. Silivi, ja, zoiets. En we hebben lekker een burgertje. We zitten hier heerlijk, dan kan je massages nemen. Misschien doen we dat nog wel, heel veel twijfelen. Ik word dus een beetje spastisch van massages, dus ik moet even kijken of ik dat wel wil. Het is in ieder geval super top hier. Aanrader. Oké, guys. We zijn nu
bij, hoe zeg je dat? Musiteris of zo? Ja, Musiteris Rocks. En die zijn in het water. We zouden eigenlijk bij Carrie Lighthouse wat gaan drinken of eten. Maar daar moest je voor reserveren, et cetera. Hier wouden we ook nog heen. Ik hoop dat we een beetje van zonsondergang kunnen zien. Hier. Maar ik weet het niet. Ik hoop het. Dit is voor nu het uitzicht. Wel heel mooi. Kijk, dit is het dus. Die rocks. Nou, ik kan je vertellen dat het heel hoog is. Oh, wacht. Ik doe maar. Ja, het is vet hoog. Maar dit is het dus. Wel heel mooi. En dit is dan de zonsondergang. Echt. Iedereen staat er ook. Het is zo druk. Ik ben echt blij dat we hier zijn. Ja, tuurlijk. Wij zijn dus net naar die... Die twee rotsen geweest. En die waren heel mooi. En de zonsondergang was gewoon eigenlijk wat minder. Dus we gaan ook niet meer naar Carrie Lighthouse. Een beetje underrated. Overrated bedoel ik, ja, inderdaad. Dus dit was echt super leuk. Ik heb trouwens deze outfit aan. Dit topje is van de Pool & Bear. Oh ja, nu heb ik even een vest, want het was ineens best wel koud. Ik heb dit shortje weer aan van de Zara. Dus dat heb ik aan. En we gaan nu uit eten bij Horizon. Hé, dat is dat niet Carrie Lighthouse? Ja, dat denk ik wel, hè? Kijk, ik denk dus dit. Zie je dat? Met die lichtjes en die mensen. Maar ja, daar gaan wij in ieder geval niet heen. Oh, hoor je ook, ik ging bijna naar mijn enkel. We zitten nu bij Horizon en we hebben als voorgerecht een focaccia mozzarella. Ik wist niet dat dit een pizza was, maar goed. Heb ik de pasta à la crème met kip, bacon en cheese. En Malik heeft een pizza, toch? Pizza bolognese, ja. De pizza? Ik heb geen idee wat erop zit. Dit is gewoon bolognese pizza. Dus gehakt, denk ik, tomaat en stond aardappel, toch? Ja, ook aardappelen. Ja, zo goed. En dit is mijn pasta. Pasta met kip en bacon staat er. Dus ben benieuwd. We zijn hier nu en dit is zeg maar even een uitkijkpuntje. Daar staat Malik even foto's te maken. Echt heel mooi is het hier. Kijk, en hieronder is Plaukakee Beach. Echt leuk. Dit is dus Plaukakee Beach, of hoe je dat ook uitspreekt. Ah, het is niet een beach hoor. Ja, nee, het is geen beach, rotsen. Maar het is rotsen. En dan hier zo, en dan moet je daar naar beneden. Daar. En ja, het is heel mooi uitzicht. Dus dit zijn een van de onbekendere strandjes. Hier hebben wij helemaal, ik zweer helemaal, zijn we gewoon van daar naar hier gewandeld. Ik zweer, dat was 800 meter rotsen gewoon naar beneden. En met slechte hekjes en dingen. Dus ik ben blij dat we er zijn, maar kijk hoe wit deze stenen zijn. Dus het is veelbelovend eigenlijk. En we hopen dat we hier na die rots kunnen zwemmen. We denken het wel. Kijk, dit is het dus. Dus dit is het wel helemaal waard. Kijk hoe mooi. Dus dit is het. Hier gaan we zo zwemmen. Dat is een helstocht naar beneden. Ik doe dit even in een voice-over, want er stond superveel wind. Dus er was niks van te verstaan. Bij dit stukje hebben we gesnorkeld, wat ik nu film. En ja, daarboven hadden we gegeten trouwens. Ik weet niet of je dat tentje net zag. En hier zie je dat er super veel stroming is. Er was super veel wind. Dus hier in dit stuk hebben we ook niet gezwommen. Dat is een beetje gevaarlijk. Dus ja, het was echt een hele mooie plek. En het was minder ver lopen. Oké, guys. Dit is onze ene laatste avond. En ik heb een knotje in gedaan. Hoe kan dat? En ik heb dit aan. Ik zal je even laten zien. Ik heb dit jurkje aan van H&M. Oude collectie. Gucci riem. En mijn Air Jordans.
En we gaan onze auto wegbrengen, want die hadden we voor 2 dagen gehuurd. We gaan nu dus eten. Toch, Pops? Ik heb een armbandje gekocht. En ja, die is heel mooi, vind ik dan. Een schildpadje met een leuk steentje. Oké, eerst werd het een beetje para, omdat onze bestelling best wel... We werden laat geholpen, zeg maar. 3 kwartier later pas, dat we onze bestelling konden opnemen. Maar we hebben deze. Ik heb de pasta al pesto. En jij hebt? Risotto met kip. Risotto met kip. Nou, het ziet er lekker uit, dus ik ben benieuwd. Sad news. Dit is onze laatste dag in Zakynthos. Ik heb een vlechtje ingedaan. En we gaan op de scooter. We hebben gisteren dus de auto teruggebracht. Hebben weer ingereld voor een scooter. En nu gaan we naar Banana Beach. En gisteren wouden we dus naar Daphne Beach. Maar die weg was zo gevaarlijk dat we gewoon om gingen keren. Dus zijn we naar Porto Osuro gegaan. Heb ik overigens niet gefilmd. Maar het was iets super bijzonder strand. Wel gewoon leuk. Oké, wij zitten nu bij Banana Beach. En ik heb lekker een ijstietje. En Malik heeft een bier. En ik heb dus octopus besteld. En ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt. En dit is het plaatje. Ik heb heel veel bij TripAdvisor opgezocht. Ja, ik weet niet. Ik wil het gewoon proberen. Dit is het. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gaat smaken. En ik heb ook een cheeseburger besteld. Dus dat wordt lastig op te krijgen. Maar ik... We gaan gewoon beuken. We gaan ons helemaal volvreten. Daarna gaan we hier zo zitten. Daar helemaal vooraan. Dus het is hier echt vet mooi. Echt een leuke plek om naartoe te gaan. Dus voor nu wat mijn aanraders zijn, is wel echt Banana Beach, Tifisili, Porto Azzurro ook wel. Ook wel leuk. Ja. En qua als je strandjes wil zoeken. Ja. Porto Limona uit Porto Roxa. Ja, Porto Limona uit Porto Roxa vond ik net iets minder dan... Je kan niet echt chillen, maar wel... Ja, weet je wat het is? Je moet echt waterschoenen hebben. Dat ten eerste, want met slippers is het echt gewoon pijnlijk. En alles. En met waterschoenen kun je gewoon lekker lopen. Dat is veel gemakkelijker. Dus vergeet je waterschoenen niet. Vergeet je snorkel niet. En als je naar Zakynthos gaat. Plakaki en Korakonisi. Ja. Kan je mooi snorkelen. Ik vond... Hoe zag Plakaki er ook weer uit? Ook met die rotsen, dat we naar beneden moesten klimmen. Oh ja, Plakaki was echt een helse tocht. Wel mooi, maar ik vind Korakonisi tot nu toe het best om te snorkelen. Ja, zeg maar. Dat sowieso. Dus Korakonisi is heel leuk om te snorkelen. En voor de rest zou ik een van de twee pakken, Porto Roxa of Porto Limionas. Maar dan denk ik dat ik... Roxa vind ik leuker. Ja. Nou, Porto Roxa vind ik dan veel leuker dan Porto Limionas. Ik zou Porto Limionas niet per se aanraden, eigenlijk. Zo mooi. Ik zou Porto Roxa eerder aanraden en Korakonisi voor snorkelen. En dan voor chillen, Tifisili Beach en Banana Beach. Dat eigenlijk, dus ja, dat jullie dat allemaal weten. En voor de rest zou ik echt de boottrips allebei doen. Dus Turtles en Shipwreck. Waren echt leuk. Dus dat was even de recap van onze vakantie, want dit is onze laatste dag. Dus we gaan nu gewoon chillen hier. En ik ga zo meteen heel veel de octopus filmen. Ik ben zo benieuwd, oh mijn god. Oké, guys, dit is het dus. Ik heb de burger hier. Malik heeft, hoe heet het? Ja, kipvlies. Oké, ik ga het nu proberen. Ik ben super benieuwd. Ik ga even een soort van standaard maken, dat jullie mij goed kunnen zien. Ga ik dit gewoon... Oh my god, ik vind het eng. Ga ik dit gewoon... Oh my god, ik durf het niet meer. Ja, je moet. Je moet niet zeggen, want dan durf ik het niet meer, snap je? Proef. Waarom ben ik nu bang? Proef al. Wil je eerst? Dan ben je gek. Ik doe eerst een klein stukje, oké? Okay? Oké. Okay. Die dus smaakt naar kip. Het smaakt een beetje naar kippendij, ik zweer het. Het blijft gewoon lekker. Ja, dat is gewoon lekker. Alleen wel een beetje eng om te eten of zo. Hè? Het smaakt echt een beetje naar kippendij, hè? Ja. Het smaakt heel mals. Heel erg... Ik heb nu een groot stuk.
Kijk, ik eet echt, jongens. Het is echt lekker, oprecht. Ik vind het ook wel lekker. Hier film ik mijn zandvoetjes. En we zaten lekker de hele tijd hier. En dit is dus Banana Beach. En we gaan dus nu terug naar het hotel. We zitten nu bij Madison. Oh, ik film heel dichtbij. Een beetje scary. We zitten nu bij Madison. En ik heb het best wel koud. As always, gewoon. En we hebben dit. Hier zit ons Sakintos avontuur er helaas weer op. Dus helaas, het was een superleuke vakantie. Zeker een aanrader. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hier eet ik even wat chips en kijk Love Island. En ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. En abonneer even op mijn kanaal. Doei doeg!